Hey mensen, je kijkt naar Spooky Sessie of Durban zie weer. We gaan weer verder met Dead Island en dit keer hopelijk zonder Ruis. Die andere was de Ruis aflevering. Excuses daarvoor nog. Maar... excuses daarvoor nog, maar hopelijk gaat deze weer beter. Ah, wow. wacht te lang. Nee. Auw! 4000 euro, dat is geld kwijt. Hey, gelijk op mij weer. Ik ben nu mijn Holm, kom op. Oh, zit. Nice. Heeft hij veel geld? 700. Ah. Ik ben wel wat kwijt, maar ja. Kijk, ik heb nu alleen een kut Morningstar. Good morning, good morning. Oh, hier kunnen we dingen fixen, jongen. Good morning, morning to me. Hey, ik heb een hamer nog, ja. Dankjewel. Hier ligt nog een flimsy hammer. Wow, what the fuck? Tussen. Deze gast die zat zo tegen de ton aan. Deze zombie. En ik deed dit. En toen flikkerde zijn been er in één keer af. Oh, wow. Heel erg iets. Inderdaad, zijn been die zit heel erg raar. Ik heb weer een recording gepakt. Hier ligt ergens een recording als je die nog wil hebben. Ja, ik wil even luisteren. Is goed. Okay. We hit some kind of animal and the car careened off the road hammer, and down an embankment. Ja. Zo'n klein hamertje. Doe die gek even upgraden hoor. Ja, is goed. Kijken hoe goed we die kunnen upgraden. Volgens mij zie ik daar iets wat we nodig hebben, zo meteen. Oh. Achter deze deur. Maar jij kan wel vast door, want we moeten toch nog weer terug. Moet jij terug? Ja, we moeten weer terug. En hier ligt nou zo'n mop. God, it's something big. Zie het. Fuses, dat is toch kwijt. Hier liggen fuses. Okay, we're here. Jesus Christ, it's infected. Go. It's the animal we hit, it should be dead. Okay. Where's the generator? Down the hill. Hey, denk er even iemand? Ja, hier ligt een walker. Die leeft the hell? Okay, down the hill. Moeten we aan die kant op? Down the hill, laten we deze kant maar op gaan dan. Ja, jij ziet dat. Nee, ik zie niks. Oh. Maar ik kan wel even zien hoor. Hier, ik weet niet. Power slaves. Ah, ja. Ik had de quest niet openstaan, zeg maar. Oh ja, ik ook niet. Maar ik weet niet waar we naartoe moeten. Dus. Mooi. Moet je nog floaters hebben? Belt, meat, weet ik veel wat het is. Floater meat. Lekker. Moet het lekker. Vlees. Down the hill. Wow, ik ben later. Ja, daar wow. Verderop, daar. Wow, wat een uitzicht. Wacht even, laten we eens deze. Mooi hoor, die jungle. Au! Ja, die jungle is inderdaad mooi. Oh. Zo. Even geld oppakken als we dat nog nodig hebben. Die jungle is inderdaad heel mooi, vind ik. Oké. De generator, hier is hij. Oké, dan moeten we dus hier staan. Fruit! Appeltje. Hey, wat is dit dan? Wat een kluis. $2000 bijna. Oh, iemand heeft dat uit de generator gehad. Ja, hier moet hij in. Oké. Okay, insert. Insert. En dan moeten we hier naartoe. Turn on power generators. Yes. Everything nice. Is running alright. Let's get your asses out of there. Oh. Maar ik heb geen ass. They're coming from everywhere. Oh, Mich. Jij mag voorop. Kunnen we hier langs? Oh shit. Get back. Rennen. Oh nee. Gaan we rennen? Ja. Mooi hoor. We moeten de auto pakken. Pak. Go. Nee, dan halen we niet die auto. Dus we kunnen nooit instappen. Jawel, lukt wel. Go. Shit! Ik ben moe. Go. Nu. Rennen. Holy shit. Is ons gelukt. Boom. Lekker, man. Oh. Andere kant op. Ja.
dacht, ik kon er net langs, net niet dus. Ah. Nee, joh, gewoon hier omheen. Oh ja. Die zit er gewoon. Jezus. Wow. Rij me ongeveer. Mol. Ik kan hier gewoon net niet doorheen. Nou ja, hij staat bij mij waarschijnlijk wel. Dan maar zo. Dat kan toch wel, joh. Ongelooflijk dat ik daar niet eens tussen kan. Holy fuck, ik ben achter me, achter me. Ah, ik ben bang. Hij is achter me. Oh. Oh, niet meer. Oh. Hier is hij, hier is hij. En nu? Praat het naar hem? Ja, mag jij van mij doen? Thank you, seriously, dude. May you have... Word je die zombie? Ah, ah. Ja. Hey. Hier ligt nog een mot trouwens, zometeen. Talk to Dr. West. I think you might have discovered something. Hier ligt een mod voor je. Hey, new skill points. Oh, shock rifle mod. Of they have a skill point. Wat zou ik doen? Survival. You're more likely to attract enemies' attention. Maar dat is toch niet goed? Nee. Toch ga ik het doen. Maar waarschijnlijk omdat jij een tank bent, hè? Tank persoon. Ja. Dat jij, als wij co-op doen, dat jij dan, zeg maar, die andere personen redt. Dat jij alle zombies op je neemt dan. Op die manier. Denk ik. Dat het zo werkt. Ja, denk ik het. Ben je niet zeker, maar... Het zou kunnen, maar hij zei Dr. West heeft misschien niet. Ja, dan gaan we weer. Die zombies voor die deur. Hij kon gewoon door de deur heen. Oh, lol. Nou, Dr. West. Wat heb je voor ons ontdekt? Hij is hier helemaal. Wat heb je ontdekt? I have examined your blood. It's a mystery. You all have the same blood type. We hebben O negative. For some reason, the virus doesn't react to your T-cells. Ik heb hier brain champagne. Weet je wat dat betekent? Diamonds. Duplicate. It just dies. The only possible way to make someone else immune would be a complete blood transfusion. As it would likely result in your death. Good. Yeah. Now, this is what I do know. It appears to be a strange mutation of a degenerative neurological disease in this region, Kuru. Cool. It's a prion disease like mad cow, only it affects humans. Oh. And was first discovered among the indigenous tribes that practiced cannibalism. Oh. The infected natives were brought in by their kinfolk. But the kinfolk weren't sick. The kinfolk. Yeah, that kinfolk was not sick. What's the connection between you and them? Does their blood possess antibodies, yours doesn't? The answer could save thousands of lives. Nou, geef het antwoord dan. Echt, hè? I'm sure they're not far. I need you to find them and convince them. We moeten die kinfolk nog vinden. Stomme dokter Klein. Find the native camp near the lab to take their blood samples. We moeten bloed afnemen van. Nou, kom eens zitten. I want to take blood samples. Doe het lekker zelf. You see, blood is sacred to them. I try to explain, but I'm afraid I offended. Oh shit, ja. En er is ook nog zo'n tribe die dan helemaal zo, dat die vindt dat de bloed, dat is echt iets, weet je wel. Hallo, ik wil geen bloed geven, ja. Ik wil liever dood dan bloed geven. Maar ja, dan moeten wij maar dat bloed uit te slaan. Zullen we dat doen? Oh, die zombie weer. Lol. Is hij dood? Wow. Rellen. Laten we gaan. Hebben we een auto hier? Ah joh, pak één. Oh, we moeten de andere kant op nu. Ja, okay. Weet ik, maar we pakken één van deze. Oeh. Oh, er staat iemand op. We kunnen alleen deze nemen. Draai wel even om, dan kan je erin. Nee joh, Jezus. Oh, je wil even aan de achterkant? Ja, natuurlijk, ik wil achter jou. Even kijken of ik wel hier kan draaien hoor. Zo. Ja. Heel netjes, de roadtrippen door de jungle. Zo. Oh, nu moeten we denk ik weer de andere kant op. What the heck?
En nu nou, niet. Nou, hij moet deze kant op hoor. Ja, nu kunnen we wel deze kant op. Oh, nu moeten we weer terug. Wat? Zo. We moeten door de jungle volgens dat ding. Ja. Kan nooit. Het is onmogelijk. Ja, inderdaad. Het is ook onmogelijk om te lopen. Oh shit. Oh. Nou, ga deze weg gewoon dan. Ja, ik ga wel deze weg. Oh nee, niet die kant. Deze kant vandaan. Ja, nee, is goed. En dan weer die andere kant op. Gewoon rechtdoor. Kijk nee. Hier. Hij bedoelt, kijk, want nu krijgen we weer een ander ding, toch? Ja, maar... Gewoon, kijk, nu hebben we die andere. En we zijn hier nog niet geweest. Deze kant. Dan we deze kant niet meer. Wow, wat een kut weg. Daar, man. Au! Kutpaal. Oh, kan je meer naar achter nu? Ja, ja. Hey. Oh, dat is een tak. Er staat een tak in de weg. Nee! Nee, Wieg! Ja, kom op. Kom op, Wieg! Rijden. Ja, nee. Huh? Hoe is dit dan? Hey, die achterwiel. Oh. Wieg, ik wil niet dood, dat is zombies. Nee, ik sta buiten. Wat is dat? Je houdt een shank erbij. Oh, kan je die altijd niet duwen ofzo? Shake it, baby. Nee. Nou, dan lopen we maar gewoon. Dat mij is. Nou ja, ik ga proberen. Ga ik naast je zitten. Wow. Wow. Fuck, doe ik precies hetzelfde. Dat is ook zo onoverzichtelijk, hè? En één keer zo'n ding voor je. Hey. Oh. Ja. Spooky for the win. Ja. Wow. Wow, nemmer! Los! Wow. Kill. Huh? Volgens mij hebben we hem. Ik kan hier terug rijden. We hebben hem wel. Ja, ik kan niet rijden meer. Kut. Oh nee, dat is een badger! Oh. Kom. Maak niet draaien. Lukt niet! Maak niet draaien! Zelfs! Help me! Auw! Ik word geslagen! Ja, rechtdoor. Deurtje open. Nee. Go. En nog één! Oh. Wow! Steep! Hoe kan je de godsnaam rijden? Wat is dat? Dit is een Dakar van jungle, man. Wow! Die zombies! Die zombie, jongen! Wow, we hebben hier wel een fast travel punt. Oh, kijk. Find an alternative path to the cave. Nee! Gaan we hier uit? Outsiders! Warrior. This is sacred ground. Als jij nou even zo met je benen zo, of met je armen zo naar je dinges gaat staan, dan kan ik over je heen klimmen en dan kan ik op dat ding. Shit, daar kan ik nooit overheen, joh. Fuck. Ik heb trouwens level up, momentje. Wat zou ik eens doen? Weet ik niet. We moeten dus een plek zoeken waardoor wij in een cave. Hier? Misschien. Lijkt er wel op. Lijkt er ook. Ja, want hier staan ook al die dingen. Ja. Sowieso. Hey, fruit. Even appeltje. Hey, appeltje. Ja. Wow, vuur. Dit is het wel. Ik durf niet verder eigenlijk. Heel sneaky.
Volgens mij zijn we er. Ja, dit is het. Ja, we zijn binnen. Wow. Binnen in. Enter the Nadus Arena. Ja, doei. Ga niet doen. Wow. Wow, shit! Nee, nog niet doen. We gaan dit doen de volgende keer in de volgende aflevering. Ja. Deze Nadus, die zijn een beetje eng. Heel eng. Ik ben benieuwd wat er gebeurt. Ik bedank jullie voor het kijken en tot de volgende keer. Doei. Tolo. Tolo. Je lijkt net op die Nadus, man. Tolo. Tolo. Doei.